Na afloop van het NK Dressuur maakte bondscoach Wim Ernest zijn selectie voor de wereldruiterspelen bekend. Edward Gal met Klux on the Cover, Adelinde Cornelissen met Jerich Parsifal, Hans-Peter Minderhout met Klux Johnson en Danielle Heikoop met Kingsley Ciro verdedigen in Normandië de Nederlandse eer. We gaan daar denk ik toch meedoen voor de medailles. Voor het teamwedstrijd zal Duitsland de favoriet zijn, daar moeten we ook reëel in zijn. Maar we hebben in Aken gezien dat er ook de toppers van eens een keer fouten maken. En op dat moment dat dat gebeurt, dan moeten wij zorgen dat we erin springen. En dan kunnen we misschien voor een verrassing zorgen. Kijk je er al naar uit? Nou, dat begint nu. Want eerst werk je een beetje toch naar het Nederlands kampioenschap toe. Het zat wel een beetje, zit je nog in de opbouwfase, omdat je eigenlijk hier, kun je eigenlijk nog niet pieken, omdat je dan te lang in topvorm moet blijven. En daarom hebben we besloten om dat allemaal hier gewoon als soort training mee te nemen. En dan hopen we in Normandië te kunnen pieken. Het zijn de wereldkampioenschappen voor de paarden. Het bijzondere van de weg, zoals wij dat noemen, de World Equestrian Games, is dat daar alle disciplines op hetzelfde moment bij elkaar komen. Een soort Olympische Spelen voor de paarden. Vandaag een tweede plaats op het NK en een selectie in de pocket voor de wereldruiterspelen. Ja, klinkt goed allemaal, hè? Ja, ik ben heel tevreden. Ik had natuurlijk wel een klein beetje verwacht dat ik erbij zou zitten. Maar goed, het blijft altijd het moment dat de bondscoach zegt van je mag mee. En ik heb natuurlijk de laatste wedstrijden goed gepresteerd. Allebei de observatiewedstrijden goed gereden. Op CIO in Rotterdam was natuurlijk derde. Tot twee keer toe. En hier ben ik natuurlijk nou twee keer tweede geworden. Maar goed, het blijft altijd het moment dat het beslist wordt. En ja, ik ben heel blij dat ik erbij zit. Een ander belangrijk doel naast natuurlijk het behalen van medailles is kwalificatie voor Rio, hè, nu al. Ja, dat is een doelstelling die eigenlijk erbij komt. Hè. Op het moment dat we een medaille halen, hebben we volgens de internationale bond, de FII, ons gekwalificeerd voor Rio. Dan moeten we wel bij aantekenen dat de NOC dat formeel moet goedkeuren. Wat ga je nu nog doen in die paar laatste weken tot aan Normandië? Eerst krijgt Onderkoffer een paar dagjes rust en dan bouwen we weer rustig op. En dan trainen we rustig verder waar we gebleven waren. En dan zullen we het zien eind van de maand. Dus ja, ik denk dat we er wel goed voor staan. In trainingskamp over twee weken zullen we de laatste puntjes op de i zetten. Zowel wat betreft de technische als ook wat betreft de teambuilding. Ja, dan moeten we klaar zijn voor de wereldkampioenschappen. Wanneer ben je dan tevreden? Ja, als ik het goede gevoel heb. Een foutje is niet erg. Maar als ik het goede gevoel heb, dat ik het gevoel dat ik controle heb. Dat de gehoorzaamheid er is. Dat die scherp is. En dat die toch gecontroleerd blijft eigenlijk. Dan heb ik het goede gevoel. Ja, en ook wel een beetje als Anke natuurlijk tevreden is. De Wereldruiterspelen zijn van 24 augustus tot 7 september.